En Allah subhanahu wa ta'ala heeft zijn schepping zo mooi gestructureerd dat iedereen in zijn schepping een taak heeft gekregen. Beste broeder, beste zuster, dat Allah subhanahu wa ta'ala jou heeft geschapen met een bepaalde aanleg. Wat heet al-fitra, de natuurlijke aanleg. Ieder geborene wordt geboren met de natuurlijke aanleg. Fa'abawah, zijn ouders, maken van hem een Jood of een Christen of een Zarwast, oftewel een vuuraanbieder. Hiermee maakt Allah subhanahu wa ta'ala ons duidelijk middels de woorden van zijn eigen boodschapper, zijn boodschapper, dat jij als mens bent geboren met de natuurlijke aanleg. ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد best brothers and sisters mogen Allah subhanahu wa ta'ala onze daden, onze woorden zegenen en mogen Allah subhanahu wa ta'ala van deze zitting van kennis een zitting maken waar zegeningen, waar rust, waar heel veel hasanat insha'Allah azza wa jal in zitten. Het onderwerp van vandaag is het begin. En voordat ik dan ga beginnen, wil ik duidelijk maken dat ik heel lang heb over nagedacht voordat ik mijn lezing ging voorbereiden. Want waar hebben we het over? Welk begin? Het begin van het leven? Het begin van de schepping? Welk begin? Het begin die je moet maken als moslim om je leven te leiden zoals Allah dat wil. En ik heb heel goed over nagedacht voordat ik de eerste stappen ging maken om deze lezing te voorbereiden. En ik heb uiteindelijk besloten om van jezelf besturen, het leren hoe je jezelf moet sturen, een begin daarvan te gaan maken. Want als jij niet weet hoe je jezelf kan sturen, kan je geen leven leiden zoals Allah dat wil. Dus mijn begin waar ik het vandaag over zal hebben is, ik wil jullie en mezelf goed uitleggen hoe je jezelf kan sturen om een leven te leiden zoals Allah subhanahu wa ta'ala dat wil. Want veel mensen, als je in je omgeving kijkt, dan zie je ze bezig met allerlei zaken. Soms worden ze gestuurd door cultuur, soms worden ze gestuurd door omgeving, soms worden ze gestuurd door verschillende mensen, soms door een vrouw, soms door een man, soms door allerlei zaken. En je vindt geen autonomie bij heel veel mensen. Het is maar iemand volgen zonder kennis of dergelijks. En vandaar dat ik even een stap terug wil doen. Hoe moet jij het zelf gaan doen?
Hoe kan jij weten hoe jij je leven kan leiden? En op basis waarvan moet je dat gaan doen? Dus het begin waar ik het over zal hebben, is hoe je jezelf moet gaan sturen om het leven te leiden zoals Allah dat wil. En om dat allemaal te bereiken zijn er verschillende stappen die een moslim moet weten, moet kennen en moet praktiseren in zijn eigen leven. En eerst wat jullie allemaal moeten weten is dat de basis voor hetgeen wat de moslim doet is de getuigenis van er is geen godheid behalve Allah. Wat betekent dat? Dat betekent dat je je leven moet zo structureren, zo leiden op basis van de getuigenis dat er geen godheid is behalve Allah. Als je kinderen wilt opvoeden, dan moet het op basis van er is geen godheid behalve Allah. Als je wil gaan leven, dan moet het op basis gebeuren van de getuigenis, er is geen godheid behalve Allah. Als je een keuze maakt om te gaan trouwen, dan moet het gebaseerd worden op het feit dat er geen godheid is behalve Allah. Als je een studiekeuze moet maken, dan moet het op basis van de getuigenis, er is geen godheid behalve Allah. Hoe moet je dat zien in de praktijk? Want daar gaat het ons om. Weet beste broeders, weet beste zusters, dat het heelal, alles wat er geschapen is door Allah subhanahu wa ta'ala. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft zijn schepping zo mooi gestructureerd, dat iedereen in zijn schepping een taak heeft gekregen. Allah subhanahu wa ta'ala heeft zijn schepping geschapen en heeft ieder in zijn schepping een taak gegeven. En als wij achter ons taak aangaan en zoeken wat onze taak in de schepping is, en wij doen het en wij verrichten het zoals Allah subhanahu wa ta'ala dat wil, dan weten we ook gelijk hoe we ons leven moeten leiden. Kijk naar de dag en de nacht. Is het wel eens voorgekomen dat je twee keer een dag hebt en één nacht? Kijk, is het ooit voorgekomen dat wij drie nachten al achter elkaar hebben gehad en maar één dag? Nooit is het voorgekomen. De zon komt op en gaat onder op een manier dat wij niet eens de tijd voornemen om daarbij stil te staan. Alles is mooi geregeld en de mens heeft ook een taak binnen de schepping. Allah subhanahu wa ta'ala heeft boodschappers gestuurd om de mensen te vertellen hoe ze hun taak moeten invullen in het wereldse leven. En dat betekent dat jij als mens je best moet doen door middel van kennis vergaren om te weten wat jouw taak is binnen het geheel, de schepping. En als je dat allemaal gaat onderzoeken, dan zie je dat jij een klein dienaar bent binnen de grote schepping van Allah subhanahu wa ta'ala. En dat jij wordt gevraagd om Allah subhanahu wa ta'ala te aanbidden in al hetgeen wat je doet en wat je laat. En daarom moet jouw hele leven gebaseerd zijn op het feit dat er geen godheid is behalve Allah en dat Mohammed de boodschapper van Allah is. Dus het eerste stap is dat jij weet waarvoor je geschapen bent en welke taak je hebt in het leven, in de schepping van Allah subhanahu wa ta'ala. Een tweede zaak is dat jij weet, beste broeder, beste zuster, dat Allah subhanahu wa ta'ala jou heeft geschapen met een bepaalde aanleg. Wat heet al-fitra, de natuurlijke aanleg. En als we kijken naar de bewijzen van de Koran al-Karim en de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, dan zien we dat Allah subhanahu wa ta'ala de mensen heeft geschapen met een bepaalde natuurlijke aanleg. En dat zie je terug
in de bewijzen van de Koran en van de Sunna van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Onze geliefde profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft in de authentieke overlevering gezegd: Kullu mauludin yuladu ala al-fitra. Ieder geborene wordt geboren met de natuurlijke aanleg. Fa'abawah, zijn ouders, maken van hem een Jood of een Christen of een Zarwast, oftewel een vuuraanbieder. Hiermee maakt Allah subhanahu wa ta'ala ons duidelijk middels de woorden van zijn eigen boodschapper, zijn boodschapper, dat jij als mens bent geboren met de natuurlijke aanleg. En als je kijkt, beste broeder, beste zuster, in de schepping van Allah subhanahu wa ta'ala, dan zie je dat de mens is verkozen en geëerd door Allah subhanahu wa ta'ala met verstand. En wat ook belangrijk is om te weten, omdat wij praten over het begin, is dat jij geboren bent met de natuurlijk aanleg waarbij bepaalde zaken aanwezig zijn. En wat jij merkt, is dat veel mensen niet weten hoe zij als mensen zijn geschapen. Wat zijn de eigenschappen die Allah subhanahu wa ta'ala de mensen heeft gegeven. En dat betekent dat een moslim zichzelf moet leren kennen. Jij kan jezelf niet sturen als je jezelf niet leren kent. Weet, beste broeder, weet, beste zuster, dat Allah subhanahu wa ta'ala ons in onze aanleg wat eigenschappen heeft gegeven. Een van de eigenschappen is dat wij heel snel iets willen bereiken. Al-ajal. Dat Allah subhanahu wa ta'ala ons van ons mensen heeft gemaakt die heel snel iets willen bereiken. Wa khuliqa al-insanu ajula. Dat is een van de zaken die in ons natuurlijk aanleg zitten.